9:15 een bitterfood geven plus water laten drinken. 9:30 Nero uitlaten, zakje voor hondenpoep niet vergeten. En wc-papier. Ja, maar die denkt toch niet dat ik u zeg. 9:30 mooi en meedogenloos opzetten. Hé, jij hebt toch nogal een leven, hè. Xavier, zit jij nu nog niet bezig? Ah. Topfeest is al om 2:00, hè. Ja, maar Tarmen vraagt om op neerroken te passen terwijl zij naar de kapper is. Dat is hier geen hondenasiel. Ja, voilà, alweer. Dat moet hier blinken zoals een balzaal van het paleis. Vooruit. Tot uw orders, ja. Generaal. Oké, de slavendrijvers, zeg. Wat moet er hier nu nog gebeuren? Tenten, oké. Vips, oké. Vliegen. Oh, Maurice, heb jij het vliegverbod boven het veld al aangevraagd? Overdrijf je nu niet een beetje? Al die poespas voor een doopfeest. Ja, het is wel het doopfeest van ons Paulientje. En dat kind verdient het grootste en het chicste doopfeest aller tijden. Oh, ons Madeleine, die gaat groen zien van jaloezie. Voor wie is dat feest eigenlijk? Voor Paulientje of voor ons Madeleine? Ja, als je het mij vraagt, voor ons Madeleine. Ik ben benieuwd wat Bieke daar gaat van zeggen. Die gaat heel blij zijn met zo'n doopfeest voor ons Paulientje. Ja, daarom stuurt je haar samen met Mark voor de rest van de week naar zee. Hé, Maurice? Zwijgen jij en kuisen. Trouwens, ons Bea heeft niks te vertellen. Ik betaal alles. De pers. Ik ben vergeten de pers te verwittigen. Ik ga door die dampkapfilter repareren. Ja, een dampkap... Nu? En wie gaat er dan met 2000 witte ballonnen opblazen? Maurice! Zeg, is dat nu echt nodig om die straat hier af te sluiten? Ja, want ik wil geen pottenkijkers op mijn doopvis. Ja, maar ik raak begot niet in mijn eigen kot, hè. Hoog hier, zeg. Voilà. Uw bewonerskaart. Als je die laat zien, dan moeten ze u doorlaten. Bewonerskaart? Zeg je mijn klanten? Hoe geraken die? Hoe geraken die in mijn toonzaal? Welke klanten? Oh. Ja, Pascal, dat begrijp ik toch ook niet. Waarom moet ik heel het café poetsen terwijl het feest buiten in tenten doorgaat? Omdat ons Madeleine naar hier moet komen om mijn nieuwe zetel te zien. Mijn nieuwe Louis XV. Wat? Ja, ik heb die gekocht bij Pierre de Antiquaire. Pierre de Antiquaire? Ja. Die bedrieger. Zeg, dat versta ik nu niet, hè. Nee. Bij een charlatan gaan als je vlak naast de deur de schoonste antiek kunt krijgen aan de beste prijs. Pierre is een hele correcte man. Dat kunnen we van u niet zeggen. Ja, tijd voor uw koek, hè? Nero? Nero? Verdomme, waar zit dat mormel nu? Sorry. Ik denk dat ik het weet. Xavier! Pascal. Haal onmiddellijk die vlooienbak uit mijn Louis XV. Wel, zit hij al klaar voor mooi en meedogenloos? Is hem dat nu? Oh, ja. Man, dat is een echte kopie, hè. Dat zie je er nu toch zo. Ik heb uw mening niet gevraagd. Xavier haalt Nero er nu uit. Ja, kom Nero, kom. Oei, wat is dat? Dat is precies nat. En die jij mor. Zeg dat niet waar is, hè? Ja, die is al gedoopt. Mijn nieuwe Louis XV geruineerd. Weet jij hoeveel dat die gekost heeft? Pascal, ik los dat op. Hier, een momentje. Hey, mijn kostuum niet vuil maken, een kameraad. Jij gaat toch met dat mijn nieuwe Louis XV niet proper maken? Hij moet ze in het leger met niks anders. En blinken dat dat daar doet. Wat je gedaan hebt. Oh. Dat hebben wij in het leger nog nooit voor gehad. En als ik die schuurborstel op poten vandaag nog één keer hier zie, dan vrie ik zijn nek om. Mijn nieuwe Louis XV. Helemaal. Als Madeleine gaan wij uitleggen. Oh, niet noodzakelijk. Madame Pascal, ik ben in het bezit... En laat me nu eens uitspreken, hè. Ik ben in het bezit van een antieke zetel... die nog in het bureau heeft gestaan van koning Boudewijn. Nu jij. Koning Boudewijn? Fernand, kom.
Ja, maar Pascal, wacht. Jij vergeet uw spaarcenten. Ja, zeg eens, hoe weet jij dat ik mijn spaarcenten daar bewaar? Ik heb altijd een neus gehad voor geldzaken. Ja, maar zeg, cafébazen, die boren niet slecht. Doetje, wil jij mijn trainer wassen? Amai, wat is dat hier allemaal? Een romantisch verrassingsontbijt. Croissantjes, aardbeien, pistolets. Allee, ga zitten. Ja, als ik daaraan begin, dan komt er van fietsen weer niks in huis. Oh. Allee, zou dat dan erg zijn? Hè? Dan kunnen wij toch ook een keer iets anders doen, hè? Wij twee samen. Ja, maar nu niet, hè, Doortje. Ja, sorry, maar... Ja, je moet je verrassingen beter plannen, hè. Wat, hè? Betekent ik eigenlijk nog iets voor u? Wat is dat nu weer voor een vraag? Allee, kom, zeg. Ik zou toch niet weten wat ik zonder u zou moeten beginnen? Echt waar? Maar ja, allee. Je doet mijn was, hè? En ga ik mijn kleren klaar? En je kookt lekker. Allee, gekookt, hè? Oh, zeg, ik wist het, hè. Voor u ben ik niks meer dan een meid. Oh, dat is niet waar. Oh, man, nee, zeg. Allee, is hij. Vergeet mijn trainer niet te wassen, hè. Ik ga ook zeg, smakelijk, hè. Oh, oké. Okay. Lomperik! Een trainer! En hier, uw pistolees. Doetje, ik ben het. Ik kom uw dampkapfilter vervangen. Aha. Oh, sorry van die pistolees, hè. Moest jij niet helpen met de voorbereiding van het topfeest? Zwijg stil. Pascal maakt mij nog zot. Maurice, je moet toch 2000 ballonnen opblazen? Maurice, heb je de doopsuiker al gehaald? Maurice, je hebt je neushaar nog niet geknipt. Wat gaat ons Madeleine daarvan zeggen? Ja, sorry, hè. Het heeft hier precies ook een beetje gestormd. Ja. Oh, dat, hè. Oh, dat is allemaal de schuld van die dikke egoïst. Paul, hè, die is... Je ziet mij niet meer graag. Paul, maar dat kan toch niet? Jawel. Waarom doen wij dan nooit nog iets samen? Waarom loopt hem altijd weg van mij? Omdat... Ziet je wel? Doortje, iedereen maakt al eens een crisis door. Je komt er wel uit. Nou, ik zou niet weten hoe. Maar onkel Maurice wel. Wat jij en Paul nodig hebben, hè? Dat is een gezamenlijk project. Iets van u twee. Iets dat u weer dichter bij elkaar brengt. Iets van ons twee? Maar ja, natuurlijk. Maurice, jij bent een schat. Voilà, dat is dus het pronkstuk van mijn toonzaal. Hè? Pas op, daar hebben we dus... Alle grote politieke zwaargewichten van de hele wereld hebben daarin gezeten. Hè? Het is Gorbatsjov, Jeltsin, Helmut Kohl, zelfs Jean-Luc Dehaene. En toch is die niet door zijn poten gezakt. Normaal is zo'n stuk onbetaalbaar, maar ik laat u dat voor, ja, €1250. Dat is niet weinig, Fernand. Nee, dat is waar, madame Pascal. Maar dan heb je dus wel dé zetel van dé koning Boudewijn in uw living staan, hè. En dat heeft ons Madeleine niet naar een living staan, hè. Gaat u daar eens in zitten, ze? Gaat u ja. Zit u nu eens, hè? Ja. Ja. Zeg, juist een koningin op haar troon, hè. Echt, Fernand? Dan wil ik kopen. Fantastisch. Mag ik dan misschien eerst een voorschotje vragen? €100? Ja. Voilà. Kunt je die zetel dan leveren in café tegen 11 uur? Tegen dan ben ik terug van de kapper. Kom in orde. Allee, en ja. Nog eens gefeliciteerd met een aankoop. Ja, allee. Merci, Fernand. Middag, meneer. Kijk toch maar eens rustig rond, hè. Kan ik iets voor u doen? Nee, dank u. Ik dacht dat ik hier aan thee kon kopen. Ja, maar niet zo vlug, want we hebben hier verschillende artikels in aanbieding. Had ik misschien deze zetel?
Wat moet die kosten? Sorry, maar die is dus niet meer te koop. Nee, nee, u moet niet aandringen. Ik betaal er u €2000 voor. Cash. Verkocht. Ah, al terug? Ja. Lekker band. Oh, dat is jammer. Allee, maar ga zitten. Ik heb hier iets dat u direct zal kalmeren. Oh. Champagne? Ja. Zeg. Ja, maar... Is dat echt, hè? Ah, ja. Zeg, op onze toekomst? Ja. Op onze toekomst, ja. Zeg, Paul. Hmm? Welke kamer vind jij nu het mooiste? Hier die witte of hier die grijze? Hm? Ja. Nou, vind jij niet dat Billy er al wat groot voor geworden is? Dat is wel niet voor Billy, hè? Oh. Nee. Wordt Billy papa? Billy, nee. Oh. Jij. Hey, wat lief. Nee, jij bent toch niet zwanger, hè? Nee, nog niet. Oh. Maar kijk, als ik Bieke zo bezig zie met Paulientje, dan begint dat hier zo allemaal zo weer te kriebelen, hè. En allee, ja, een baby, dat zal ons toch echt wel terug dichter bij elkaar brengen. Ja, maar... En aangezien dat ik ook niet meer zoveel tijd heb, kunnen we er toch beter niet te lang meer mee wachten, nee, hè, maar... Paul? Oh, ja, maar zeg, hé. Hey. Mag ik ook nog iets zeggen, ja? Ja. Ik wil helemaal geen kind. Maar, dus jij wilt niet dat het ooit nog goed komt tussen ons? Zeg, zo slecht gaat het toch ook weer niet? Maar... Ja, maar een kind, hè? Ja, maar op uw leeftijd. Oh, je vindt mij oud en lelijk. Maar nee, dat is het niet alleen. Zeg. Ja, maar nee, ik bedoel, op uw leeftijd is een zwangerschap riskant, ja? Ja, en ik heb zelf echt geen goesting om nog jaren tussen de kakkebroeken en de snottebellen te zitten. Jij ziet me dus echt niet meer graag. Die trucken gaan niet pakken, hè? Zeg. Ja, ik ga douchen. Je hebt gedouchen. Zal het gaan, ja? We zijn erbij. Nou, we zijn erbij. Niet helemaal. We zijn er. Wauw! Bieke! Bieke, kijk! Nu is ons ma helemaal zot geworden. Wil ik haar direct mijn gedacht zeggen. Hola. En waar denkt de juffrouw naartoe te gaan? Ik woon hier. Ja, kom. Bewonerskaart, alsjeblieft. Pardon? Zonder het pasje, bewonerskaart of uitnodiging komt u er niet in. Orders van mevrouw de bakker. Zeg, ik ben wel haar dochter, ja? En ik haar schoonzoon. Dat kan iedereen zeggen, hè, vriend. Kijk daar, een UFO. Doogje, het is wel zaterdag, hè. Kom, ik ga nu weg. Ik wilde gewoon van thuis weg. Weg van die harteloze vent. Oei, staat er haar op de boter. Paul wil mij geen kind geven. Een egoïst. Kom een keer hier. Kom een keer hier. Don't cry for me, Dorothea. Wie wil er nu geen kindje maken? Allee. Met zo'n ferm poepje. Het is waarom ik te troosten heb, Doortje. Wacht. En hij moet ook niet denken dat hij er zo kan mee wegkomen, hè. Geen kind, geen seks meer. Oh. Voilà. Ik zou het wel weten. Hier, spoel uw mond een keer. Ik drink nooit sterke drank. Lipjes tap maken. Het zal u goed doen. Oh.
Oh, je hebt gelijk. Ik voel mij al stukken beter. Ah, wat maar daar. Allee, ga ik dan nu aan bij de BTW beginnen? Ulla, het is wel zaterdag, hè? Ja, maar. Ah, ik dacht dat je weg waart. Met een blak label. Mevrouw, die twee hier wilden de feestruimte binnendringen. Bieke, Mark, zet je nu al terug? Meneer, het is in orde. Dat is mijn dochter en haar man. Ja. Ma, wat heeft dat circus te betekenen? Hé, Labba. Hoe is dat hier met ons Paulientje? Hoe is hij veranderd? Maak, wat doen die tenten op het veld? Dat is voor het doopfeest, hè, Bieke. Oh, het gaat fantastisch worden. Er zijn al 50 genodigden die al hebben toegezegd. En weet je wie dat er allemaal komt? Architect Tieleman en notaris van de Velde en professor Dorfs en Jean-Philippe de Tender, de chef-kok van Stoveke, die zorgt voor een vijfgangenmenu. Oh, ik kan bijna niet wachten op het gezicht van ons Madeleine te zien. Oh, maar hoe is dat nu toch mogelijk, hè? Waarom wilt jij u altijd bewijzen tegenover tante Madeleine? Ja, uiteraard. Een doopfeest, hè, dat wordt gehouden in intieme kring. Oh, voilà, wat heb ik gezegd? Maurice, zwijg. Ik denk niet dat Mark er ook zo over denkt. Hé, jongen? Toch wel, hè, Mark? Hè? Voilà. Bon, Maake. Jij wilt dus een heel groot, chic feest met toeters en bellen. Oké, mij goed. Maar dan zonder ons. Kom, Mark. Bea! Ja. Die meent dat toch niet, hè? Alles is al geregeld. Dat feest dat moet doorgaan. Maurice, zeg ook eens iets. Ik zeg altijd, als ik moet zwijgen, dan zeg ik al niks meer. Xavier! Sjoeke! Wat een vogelnest heb jij op uw kop? Oh, dat een hozel stagiairke van een Jean-Claude heeft heel mijn kapsel verprust. Snotaap nog zeggen. Carmeneke, schatje, als ik met u klaar ben, gaat u er poepje ooit zien. Allee, gelijke filmstar. Ja, maar oh mijn god, zeg. Je zit daar zo niet te lachen, hè. Ja. Ik ben wel 140 euro gekost, hè. Wat? Voor die prijs had je beter de vingers in stopcontact gestoken. Oh, zo kan ik toch niet naar die doop gaan, hè? Oh, nee, Sjoeke. Paulientje zou denken dat de boze heks voor haar staat. Je gaat gewoon terug en zegt dat ze het opnieuw moeten doen. Oh, niks van. En mijn coiffuur nog eens laten mismeesteren, zeker. Ik zal dat zelf wel doen. Dat is 140 euro uitgespaard. Ja. Sjoeke, er is nog slecht nieuws. Ah ja? Ja. Ons sneeuwroken heeft pipi gedaan op de Louis XV-zetel van Pascal. Ze was heel kwaad en ze wil niet dat je Nero meeneemt naar het doopfeest. Dat zie je van hier. Ons sneeuwroken, ga mee. Kom ze, al moet ik hem binnen smokkelen. Ah ja, weet je wat? Verstopt hem in uw suikerspin, daar vindt Pascal hem nooit. Pieke, je kunt dat feest niet afblazen. De mensen zijn zich al aan het klaarmaken. Of ze zijn misschien al onderweg. Dat is eigenlijk wel waar, Bieke. En denk ook eens aan ons Paulientje. Je wilt toch niet dat arm schaapje later gaat branden in de hel omdat jij haar nooit hebt willen laten dopen? Oh, nee. Paulientje. Ma. Ja, alsjeblieft, Bieke. Als je het niet voor mij doet, doe het dan voor ons Paulientje. Oké. De doop gaat door. Oh, kind. Op één voorwaarde. Jij doet normaal, hè? Beloofd? Beloofd. Allee, kleed u dan maar snel om. Hé, ja. Ik houd eens kleren aan. Maar kind, dat is toch niet feestelijk genoeg? Oh, heb jij nu nergens een lang zwart kleed hangen? Ik zal eens zien. Ma, ja. Wat heb je net beloofd? Sorry. Allee, dan ga ik maar, hè. Mark, jij doet wel de strik aan, hè, jongen? Ma? Ja, ik ben al weg. Nee.
Zeg, wat was dat allemaal daarbuiten? Ze lieten me bijna niet door. Ja, die van het café, die heeft het al hoog in haar een bol, hè. Dan... Had je het over mij, Fernand? Nee, maar dan Pascal. Nee. Ik heb het over een ander café-bassin. Ja. Nee. Hoe zit dat met mijn zetel? Uw zetel? Ja. Ja, maar ik dacht dat wij toch een afspraak... Wacht. Niet allemaal tegelijk, hè. Niet allemaal tegelijk. Mijn jas, een klein ogenblikje, alstublieft. Ja. Dan Pascal. Fernand. Madame Pascal. Ja. Madame Pascal, het is echt niet wat je denkt. Maar... Die vindt, wil dus absoluut uw zetel kopen. Oh, maar nee, dat is van u. Tegen dat je terug thuis bent, staat hij in uw ring. Ja, dag, madame Pascal. Je moet dat verstaan, hè. Dat is dus haar zetel. En die heeft ze die moeten verkopen om haar schulden te kunnen betalen. Ja. Ja, het is een heel trieste affaire. Man. Allee, kunnen we dan nu de zetel in mijn kabinet laden? Binnen 5 minuutjes. Het is beter dat madame Pascal dat niet moet zien, hè. Oh, ja. Binnen 5 minuten dan. Xavier! Ja, Sjoeke? Wat scheelt er? Die wortel zit vast in mijn haar. En ik krijg dit haar niet meer uit. Hij staat daar niet te staan en doet iets. Dat doet pijn, ze. Allee, kom. Kom hier dan even zitten. Allee, kom, Sjoeke. Ah, wat doe jij nu zo? Sorry, Sjoeke, sorry. Nou, zou je dan niet beter aan Doortje vragen? Nee, niemand mag mij zo zien. Doe jij dat maar. Ja. En rap, hè. Ja. Ik zie scheef van de kop, hè. Ja, slangetje. Pas op, hè. Ja. Ah. Kijk, het gaat niet, Sjoeke. Het gaat niet. We zullen iets anders moeten proberen. Even op uw tanden bijten. Ja, bijt even op uw tanden, hè. Ja. Sorry, Sjoeke. Het gaat niet. Ik kan zo toch niet onder de mensen komen, hè. Nee, ja. Dan moeten we de grote middelen inzetten. Ja. Wat ga je doen? Ha. Die borstel eruit knippen. Oh, nee. Dat is heel mijn een halve kant kaal. Ja, dan moet je zomaar blijven rondlopen. Oh, ik ben verminkt voor de rest van mijn leven. Oh, Sjoeke. Je moet niet wenen. Pak het van de positieve kant. Hè? Dan heb je tenminste altijd uw borstel bij. Juiste. Meneer de kinderhater. Hoe ziet jij er nu uit? Dat weet ik niet. Ik heb nog niet in de spiegel gekeken. Ja, zo kun je niet mee naar de doop, hè. Oh, nee. Allee, kom. Geef... Voor. Voilà. Hier, zo. Hup. Slaap hier uw roes maar uit, jij. Voilà. Nee, zo. Dan kun je straks misschien nog mee naar het feest. Nee. Ik ga nu mee met u naar de kerk. Fernand, uw zieke kindjes interesseren mij niet. Ik wil mijn zetel. Madame Pascal, dat komt in orde. Ik moet hem alleen nog een beetje oppoetsen. Extra service van de zaak. En gratis, hè. Tegen dat je terug thuis bent, staat er een nieuwe living. Beloofd. En wel, ik hoop het. Want anders zul je kunnen kennismaken met mijn extra service. En die is ook gratis. Man. Oh, doe daar zaken mee. Goedemiddag, zusje. Oh, dat hadden we moeten doen, Madeleine. Ja, bagatelle. Oh, Madeleine. Oh, Jerry. Jerome. Wij hadden toch afgesproken aan de kerk? Pascal, je weet hoe de vrouwen zijn, hè? Comment dit ça en flamand? Haar neus krult van de curiositeit. Ah. Madeleine, je zult nog nooit zo'n doopfeest hebben meegemaakt. Zo chic. Ja, maar die tenten buiten op het veld, dat is toch een beetje ordinair, vind je niet? Maar ja, als het gewoon volk zich daarmee amuseert. Zeg je. Tom, mijn lieve, is uw nieuwe zetel, waar staat hij? Mijn zetel?
Die staat in het gemeentehuis. Gemeentehuis? Ja, 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 daar loopt een foto, een tentoonstelling over het koningshuis. Ja, ja, en de burgemeester stond erop dat ik mijn zetel uitleende. Ja, ja. Allee, we gaan dus uw zetel niet eens inkrijgen. Jawel, jawel, straks brengen ze hem terug. Ja, Madeleine, en dan zult je met uw eigen ogen kunnen aanschouwen. Ik denk dat het tijd is om te vertrekken. Ja, ja, ja. Okay. Madeleine, ja. Jeroen. Hey. Ja, sorry, ik ben toch niet te laat, hè? En Doortje? Die voelde zich niet zo lekker. Oeh. Haar maag. Haar lever. Jeroen. Madeleine. Carmen, wat doet dat beest hier? Zeg, op uw gemak, hè? En daarbij, ik heb mijn voorzorgen genomen, hè? Kom, Sjoeke, kom. Ja, ja. Ah, mijn ouders zijn. Ja, pardon dat ik me excuseer, maar we zijn toch nog op tijd. Marie-Paul, Theo, die kleren. Het is hier wel een doopsel, geen begrafenis. Maar wij moeten nog naar het crematorium eigenlijk, dus. Ja, het was zo druk, en, maar na de crematie komen we naar het feest. Zeker. Bedoelde jij dat er daar in die auto een dood Liel... Ja, het is te hopen dat hem niet gaat lopen, hè. Je hebt ook geen Louis XV. Volgende maand pas. Ja, maar dat is te laat, hè. Heeft er nu niemand een oude zetel op overschot? Ah, kringlooppinkel. Konientje is voor Bieke en Mark echt een droom. Die werkelijkheid wordt. En mag ik dan u vragen dat de ouders en de Peter en de Meter naar voren komen? Ja, ja. Ja? Heer, geef dit water de kracht om van Pauline een mooi kind te maken dat het leven aan kan. Pauline, jij mocht geboren worden uit liefde. Hela, zeg, je gaat toch niet beginnen zonder mij, hè? Alsjeblieft. Hier, Sjoeke. Ja. Jij mocht geboren worden uit liefde. En geborgen in deze liefde mag je opgroeien. Hij schreef jouw naam in de palm van zijn hand. Ik wil een kind. Stel nu, Jan. Kom mee, kom. Allee. Allee, pak me dan, hè. Hij wil jou je leven lang voorgaan in alles wat zuiver en waar is. Als teken daarvan... Dopen bij jou. Ja. Kom eens hier. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Ja. Ja, ja, dank u wel. Dan is het nu aan mijn boelige, hè? Ja.
Rustig, kom, Suske. Maar ik ga naar dat feest. Ja, ja. Wie weet, is dat wel een knappe gast die mij wel een kind wil geven. Ja, kom nu. Excuseer. Wil jij met mij naar bed? Hallo, merci. Hallo? Het is niet voor mij, hè? Het is voor een kind. Nee, Doortje, zeg. Het is nu gedaan, zeg. Je hebt een boer al genoeg op stelte gezet, hè? Laat mij los. Jezus, kom. Is te hopen dat ze vlug bijkomt. Ze is al meer dan een half uur buiten Westen. Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Maak, je bent flauw gevallen toen je de tent zag liggen. Ah. Oh, en het feest, kan het feest nog doorgaan? In licht afgeslankte vorm. De traiteur die onder de tent zat, is samen met twee obers die ook onder de tent zaten, en zijn vijfgangenmenu afgevoerd naar het ziekenhuis. Oh. En de gasten? De gasten zitten nu in het café. En die eten chips en boma-worst. Nee, ons deel ook goed, Daniel, hè? Want ze krijgt daar die aan. Ah, voilà, santé. Nee, kom. Houd jij het maar bij thee, hè? Daar word je nuchter van. Lekker. Precies. Afwaswater. Hier, een cadeau. Om op smaak te brengen. Oh, merci. En jij dan? Ik. Ja. Je zit toch niet aan het drinken, hè? Nee. Ja, wat komt ervan als je met de Basklas omgaat? Ik? Basklas? Kijk dus naar uzelf, je. Omhoog gevallen. Kijk, madame. Alleen maar nu is dat genoeg. Zeg, hey, wij gaan naar huis. Kom maar. Jij moet u verontschuldigingen aanbieden. Oh, zeg, houd uw manieren, hè. En neem een voorbeeld aan mij. Goed. Oh. Zeg, hey. Allee, wat heb jij in uw haar? Oh. Hey. Madeleine, ik hoop dat ze geen pijn gedaan heeft, Madeleine. Een fantastisch feest, Pascal. Ja, daar gaan ze nog jaren over spreken. Zeg, je moet mij niet meer uitnodigen voor uw feestjes, hè. Ik heb het voorlopig wel een tijdje gehad daarmee. Salut, kom. Allee, Madeleine. Pascal, ik heb uw zetel bij. Kom. Oh, Madeleine, wacht even. Ja, ja. Nu zult je met je eigen ogen kunnen bewonderen mijn pièce uniek. Ja, hij is nog privébezit geweest van koning Boudewijn. Ja, ja. Ja. Un, deux, trois, voilà. Privébezit van koning Boudewijn. Dat is mijn zetel. Ik heb die vorige week naar de kringloopwinkel gebracht. Grandia. Pardon. Een zetel. Mijn fles.